het? Ah, hartstikke mooi. Ja? Ja, zeker. En zit er wat snelheid in? Ja, poeh, het wordt pit. Ja? Ja hoor. Ja, de stuit is soms raar. Daar in de ronde zit maar. Ja. Klaar voor de start? Af! Dit is balen. Dit is zwaar kloten. Ja. Wat is er dan honger? Nou, hij won net weer starten. En balen? Ja, eigenlijk wel. En, maar we hadden wel grote oren in stutten en dat het nou deed, dat is wel heel jammer. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Ja. Wat ben je? Bist er al lang met wanden, hè? Ja, hoor. We gaan hier wel heel lang mee bezig geweest om te maaien. Ik zie de voorzitter in de tijd. Had die ik heel ver. Kom maar. Ze ben begonnen. Ze, we hebben een frame gekocht, mijn motor. En, nou, dat woek ik als klant, ik weer de klant. En dat hebben ze uiteindelijk, heb ik zijn van, nou, ik wil er een rolkooi op hebben. Hij moet wat langer, want hij weer wat te kwad. Nou, en de stoel moest wat heger. En ze hebben alle keer wat dingetjes qua comfort inbouwd. En ja, die jongens ben aan tekening gegaan. Hij ontwerp maken in 3D, in een tekenpakket. En nou, dat heb ik goedkeurd. En dan aan de hand van de tekening ben ze bouwen gegaan. En nou ja, uiteindelijk is dit het eindresultaat wel. Ja, ik ben eigenlijk bokats, hè, voor nou ja, roeg terrein eigenlijk. Net voor op het dik, maar echt voor in zon om te racen. En die ijshessen die helemaal nou zelf in elkaar zetten? Het waren eigenlijk bestaande karts, alleen ze hebben hem helemaal demonteerd. En nou ja, stapje voor stapje hebben ze de dingen aanpast. Ze hebben hem verlengd, ze hebben hem wat heger maken. De sporing van de wielen hebben ze wat oors maken. En nou ja, alles wat aanpast. Wie is eigenlijk een soort skelter, mijn motorke. En nu zit er een rolkooi op, dus ligt het meer op motor. Wie een leuk project? Ja, dat wel. Ja, dat is wat leuker dan gewoon les. De makers die investeren in kerstrezen, zeg maar. Dus dan ja, dan heeft ze wat aardiger dan. Dat is altijd leuk. Dat is altijd leuk. Wat nou? Heeft ze maar aan het praten? Hij doet het wel. Ja, ik dat moest je even een keer maken en nu doet het weer. Nou, geweldig. Ja. En dan denk ik nog misschien nog wel beter als eerst. Dus nou, deze les kamen ze wel, zes maanden. Ja hoor, ja. Ze hebben nooit een keer misselijk ook. Nee, dat weer wel goed. Ja, ja. En altijd maar hut gaat, hè? Ja, ja, hoe hutter, hoe mooier. Zie me dat je kachel houdt, maatje. Ja. En wat maak je nou maar zo volle touw? Hé, hey, er ben altijd een boordje meisje. Nou. En jou handel je daar dan een beetje in? Ja. Dat spul wat je komt is stranden, al de meisje overlijden. En god, wij moeten er beginnen. Nou, zei je gewoon, je weet waar ik weet niet, zet nou toe. En dat gaat altijd terug. Kijk, dat maatje. Ik nog? Ja. Maar die bruid zie je zelf? Ja. Maar de honger. Maar dat is toch vrouwenswerk? Wat is nou vrouwenswerk? Vrouwen ren ik met die werk voort.
dat is weer. Oh, nou, en nou maar wij. Hij ook een vrouw? Ja, die laat thuis, ze laat bed. Een knippeke. Ja, die net zo op zijn. Och. Ja, daar doe je niks om. Nee. Neem ze, momenteel net zo. En ga je dan ook op een stream aan het spul? Ja. Ja. Rommelmerkenboel? Ja. Daar ging ik altijd voor. Daarvoor heb ik tegen je hobby. Komt het wel goed met jouw vrouw? Nou, heel moeilijk. Ik zal maar even zien. Je moet zo rekenen, zolang ze er binnen, dan ben je er. En verder is het gewoon een operatie. En ondertussen heb je de hobby wat? Ja. Hij heeft dan mooi bezig, Giet. En hoe is hij haast niks meer? Dus je ziet hem nog van alles te genieten zolang het kan? Ja, genieten. En zeg ik dan niet dat het mooiste wat er is. Ja.